duister van de middeleeuwen doemden wij als bovenop. Mannen stijf van de ambitie en met hersens in de kop. In het licht van de geschiedenis zijn wij heel interessant. Want wij mannen stonden samen aan de wieg van wetenschappers, kooplui, piekten in dezelfde eeuw. Het verleden was een stilte, maar het heden was een schreeuw. Menig land werd ingenomen, menig tegenstand gekraakt. Goed, we gingen soms een beetje ver. Maar wie is er volmaakt? Wie is er volmaakt? Wij zijn de mannen van de Gouden Eeuw, van de Gouden Eeuw. Het is een leven in de Oude Leeuw, in de Oude Leeuw. Wij zijn de mannen van de Gouden Eeuw. Mannen denken dat ze God zijn, maar zijn mensen net als wij. Vrouwen moeten zich maar schikken. Naar hun wensen vinden zij. Oh, we lachen in ons vuistje om een pozes en een trots. Mannen zijn als woeste golven, maar wij vrouwen zijn de beschaving zit de mannen op de troon. En dat huis van de beschaving houden vrouwen zeker schoon. Vrouwen zwijgen als wij praten, zijn gedienstig, kuis en lief. Maar hoe komen jullie heren desondanks aan je gerief? Desondanks aan je gerief. Wij zijn de vrouwen van de Gouden Eeuw. Zijn de vrouwen van de Gouden Eeuw.